Hoi allemaal en welkom weer op mijn kanaal. Vandaag deel ik met jullie mijn go-to make-up look. Het is een beetje mijn everyday look. Alhoewel ik draag niet elke dag make-up, maar goed. Dit is zeg maar mijn go-to makkelijke look. Een look die je heel makkelijk kan combineren met allerlei soorten kleuren, lippenstift, jawel. En goed, als je benieuwd bent hoe ik deze look voor elkaar heb gekregen, blijf dan vooral even kijken. Ik begin met de oranje concealer van Makeup Studio. Die heb je al in een van mijn vorige video's voorbij zien komen. Echt fantastisch spul. Onder mijn ogen en bij de donkere hoekjes bij mijn mond breng ik dat aan. En dan doe ik er nog een klein laagje Maybelline Fit Me Concealer overheen in de kleur 30. Vervolgens ga ik door met mijn ogen, mijn oogschaduw. Deze kleur is de donkerste kleur van het Sleek Contour Palet. Vind ik super fijn om eigenlijk ook als oogschaduw te gebruiken. En zoals je ziet heb ik mijn wenkbrauwen al gedaan. Ik zal in de beschrijvingsbox een link doen naar de video waarin je ziet hoe ik mijn wenkbrauwen dagelijks doe. Nu is het tijd voor de glimmende oogschaduw. Meestal breng ik een koperkleurtje, een bronskleurtje aan op mijn bewegend ooglid. Op mijn wenkbrauwbot doe ik een highlighter, zodat mijn wenkbrauwen extra papen. Nu is het geheel gewoon lekker blenden. Lekker blenden. En nog eens lekker blenden. Nou, time for the eyeliner. Ik vind mezelf nu wel een beetje een pro geworden in eyeliner opdoen, maar als je behoefte hebt aan een eyeliner video, laat het me vooral weten. Hier gebruik ik de waterproof eyeliner van Catrice. Nu een beetje geknoeid, dus tijd voor een waddenstaafje. Now some mascara. En natuurlijk de concealer een beetje afpoederen, zodat hij niet in zeg maar, mijn plooien gaat zitten gedurende de dag. Over naar wat shapen. Dit is de donkerste kleur uit het Sleek Contour Palet. Of Contour Kit moet ik eigenlijk zeggen. Super fijn spul en hij is ook alweer bijna op eigenlijk. You see? En nu gaan we gewoon het hele geheel een beetje blenden, zodat ik niet van die hele strakke lijn heb. En dat je niet specifiek hoeft te zien waar ik ben begonnen met contouren en waar het eindigt. Gewoon dat de lijntjes iets zachter worden. Tadaa! Maar ik ben nog niet klaar. Nee, ik hou ervan om altijd een beetje een kleurtje toe te voegen op mijn lippen. Doe ik niet altijd. Maar ja, voor de occasion, voor deze video, laat ik je zien hoe deze look staat met een felle kleur lipstick. Deze lippenstift is van de Flormar. Dat is een redelijk nieuw make-up zaakje hier in Amsterdam. En ik geloof dat ze ook in Rotterdam zitten tegenwoordig. Nog een klein beetje blush. Maar echt een heel klein beetje, want ik ben niet heel erg van de blush. And I'm done. En zo ben je alweer klaar met je look. Ik heb trouwens ook nog een blog, rowanblijt.nl, het voormalige roodjero.nl. Daar kan je natuurlijk ook nog eens op kijken, want daar post ik vaak genoeg artikelen over meer dan alleen maar beauty en haar, ook over andere dingen. Als je benieuwd bent wat die andere dingen dan zijn, zou ik zeker een kijkje gaan nemen. Verder kan je me nog vinden op social media. Als je je telefoon of tablet, als je daarop kijkt, een kwartslag draait, dan kan je hieronder in de beschrijvingsbox alle links vinden naar alle plekken waar ik nog meer te vinden ben in de digitale wereld. Ik dank je wel voor het kijken en ik zie je graag de volgende keer weer. Doei doei!